Dit is een zogenaamde patrijzenrand. Dat is een rand die is bedoeld voor de patrijzen om een goede leefomgeving te creëren. En dat houdt in schuilgelegenheid en ook mogelijkheid om te fourageren en om zich voor te planten. De lijnen zijn kort, omdat wij als agrarische stuurvereniging toch heel veel leden hebben. En nu hebben we echt te weinig budget om alle belangstellenden te kunnen helpen. Neem bijvoorbeeld een weidevogel, die heeft gewoon grasland nodig om ook aan zijn voedsel te kunnen voorzien. Ja, zouden we alles maar zijn gang laten gaan, dan redt de weidevogel zich zeker niet. Dus ja, we hebben elkaar ook nodig en als boer kunnen we ook helemaal niet zonder natuur. Op het moment dat dit echt de toekomst van de landbouw wordt, dan moet de maatschappij dat willen en daar ook, denk ik, de mogelijkheden geven om daar de kosten op te verdienen voor boeren.